Breda, 1637. De stad is door de stedendwinger Frederik Hendrik bevrijd van de Spanjaarden in slechts 11 weken. Dat is pijlsnel. Ja, dat is ongelooflijk snel. Bedankt, Frederik Hendrik. Ja, en de Spanjaarden die hebben er 9 maanden over gedaan om ons te bezetten. U bent bevrijd, dolgelukkig, uitzinnig van vreugde? Nou, dat gaat wel. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Oh, u bent niet blij dat u vrij bent? Ja, vrij. Wat is vrij? Vrij van de Spanjaarden. Ja, meneer, wij zijn al zo vaak bevrijd. Ja, eerst waren wij katholiek, Spaans bezit, en toen kwamen de geuzen ons bevrijden. Dat konden we kiezen, hè? Of protestant worden, of de stad uit en alles verliezen. Dus wat doe je dan? Je laat je omdopen tot protestant. Ja, je leert een ander onze vader uit de kop. En je leeft door. Ja. Maar toen kwamen de Spanjaarden terug om ons te bevrijden. Ja, toen werden we dus weer katholiek, want anders dan hing je. Ja, logisch hè. Ja, en daarna kwamen de opstandige legers ons bevrijden. Toen werden we weer protestant. Nou, we hadden feitelijk geen keuze. Ja, en daarna weer hupsakee katholiek. Ja, wees goed, Maria. Heen en weer. En nog een keer. Wat zijn we nou eigenlijk? Zijn we nou katholiek? Nee, protestant. Oh ja, mij maakt het niks uit als ze mij maar met rust laten. Dank u wel. Tot zover, lieve kijkers. Spanjaarden komen! Ze staan voor de poort, de Spanjaarden! Spanjaarden! Nou, en we zijn weer katholiek. Ja, zo snel gaat dat. Ja. Wees gegroet, Maria. Vol van genade. Tot zover, Breda. De Heer zij met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Mea culpa, mea culpa. Wees gegroet, mea maxima. En dan ben je weer en dan bij Holland. Heen en weer. En nog een keer. Och, ik word er draaierig van. Nou. Hey, Jekkie B. Sorry.